Yo, kijkers van OnlineGames, van harte welkom weer bij een oefenwedstrijd tussen OnlineGames en Steden Rijms. Jongens, we gaan de komende aflevering hebben oefenwedstrijden. Het toernooi wordt gehouden in Frankrijk. Dus in ieder geval is Steden Rijms. En we hebben een nieuwe doelman, zoals jullie natuurlijk weten. Dat heb ik gekocht. Nog een speler gekocht. Even kijken waar die staat. Dit is Van Brugge. Dit is Mats Rots. Heb ik gekocht van FC Twente. En natuurlijk deze doelman. Dat wisten jullie denk ik al wel. Lars Unnerstal. Had ik laten zien. Dus we zullen zien wat we kunnen in de oefenwedstrijden. In de aanval wil ik nu toch een extra spits erbij. Onderin zie je nog de opstelling. Dit is de basisopstelling van Stade Reims. Dus we zien Venema nog altijd, Joël Zwarts ook. Dus ik zal het jullie allemaal straks even hier en daar laten zien wat nou veranderd is. We spelen ook tegen de Nederlandse ploeg. We spelen deze wedstrijd tegen Blackpool spelen we dus. En ook tegen RKC Waalwijk nog. Kopbal van Zwarts. Schot makkelijk gestopt door de keeper. Zo zijn er, is er ook een speler verkocht al. Een groot moment voor deze speler. 18e, je de debuut maken. En gelijk in de basis. Zwarts. Zwarts. Is dit een corner? Zoals jullie kunnen zien, andere thuisshirts. Dat ook nog. Spelersdebuut. Ik heb hem gekocht voor 2,5 miljoen. Dat was wel nodig geweest. Jeroen Zoet was wel goed. Maar het is, ja. Weet je, we spelen hier in de EVA Championship. Het is een niveau hoger. Dus misschien kun je dat ongeveer een klein beetje vergelijken als de Eredivisie. Een beetje Eredivisie, Keukenkampioen Divisie ongeveer. Denk ik. Dus daarom heb ik het ook veranderd. Een betere doelman. En we zijn er flink op vooruit gegaan. Daar is hulp voor de aanval. Verdediging staat op zich goed. Middenveld wil ik zeker nog gaan veranderen. En in de aanval wil ik ook een versterking doen. We kunnen ongeveer 10 miljoen uitgeven. Waarschijnlijk is er bijna een speler verkocht. Bakari zal misschien weggaan. We hebben een bedrag van ruim 8 miljoen gekregen. Maar kan ook meer worden verkocht voor ruim 10 miljoen misschien. Dat is het dubbele wat we hebben. En we kunnen hier ook 980.000 krijgen als we dit toernooi winnen. Maar alle ploegen zijn natuurlijk weer in één pot geduwd. Dus we moeten kijken of we eerst kunnen worden. Of we dan de 3 moeten aan. Dit is Joël Zwarts met de 1-0. De eerste zit erin. Dat kon ook bijna niet anders, joh. Ja, en bovendien heb ik ook een ander stadion, een groter stadion gedaan. Kijk maar, dit is ons thuis shirt geel met een beetje zwart erbij. En natuurlijk gewoon zwarte broeken. Dat sowieso vind ik wel heel mooi. Ze spelen met zoveel getrevenheid, met zoveel geloof. Ik vind nog wel altijd in de conference league bal kwam van afgelopen weekend dus nog. Moet nog een keer gaan veranderen. Maar komt goed. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Natuurlijk is het doel zijn om niet te degraderen uit de EVA Championship. Steek die bal maar door. Ito. Daar is de doelman. Die heeft hem al gelijk. Geen enkele keeper wakker. Nee. Ze zullen echt met wat beters moeten komen. De speler krijgt hulp. Daar komen ze weer. Unnerstal komt ook. Unnerstal wint dat duel. Goed zeg, dat blok. Rots werd die bal weg. Met die geweldige redding. Net onder de miljoen gekocht van FC Twente. Prima speler waarvan dat er een hele slechte verdediger eruit is gehaald. Ik heb ook nog hier en daar wat transfervrije spelers die ik misschien ook weer gaan halen. En dit is 1-1. En de stand is weer gelijk. Snoeihard. Wat een heerlijke wedstrijd is dit trouwens. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. En dat betekent dus een vrije trap.
Rots. Al-Rabi. Amos. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Zwart. Bukari. Bukari, dit is goed, maar. Goed geanticipeerd. Het lukt net niet. Er ligt een counter op de boel. En dan ligt het aan de linkerkant open en niet zo'n beetje ook. Weggewerkt. Bukari, hij staat nu buitenspel. Ze wegen hun mogelijk. Ah, dit is heel wat slordig gedaan. Mooie zin. De zaterdagavond om 10 uur de eerste twee competitiewedstrijd van dit seizoen. Unnerstal. Deze wordt mooi gestopt. Geweldig gepakt. Was het weer raak geweest voor deze speler? Ja, die blijft het ook proberen, maar deze keer gaat het feest even niet door. Voorzet terug op het teamgenoot. De doelman. En dan gaat hij weer. En achter, dus opnieuw een hoekschop. Weggewerkt. Het is nog niet goed genoeg. Koek, koek, hij is er voorbij. Niemand pakt. Ja, hij aan. Voor de keeper natuurlijk. Een blik op de cijfers bevestigt eigenlijk wat we zelf ook al constateren. Als ze iets. Nou, daar mag je wel voor fluiten. Dik voorgestaan. En die spitsen moeten toch beter kunnen hoor. Oh ja hoor. Ja, dan gaat hij dan langs en dan is het raak. Lekker doelpunt. Het verschil is minimaal. Het staat zo is het in de verdediging gaat het af en toe fout. Rivas. Kijk, het is een heel goed balletje, Bukari. Het is een corner. Bukari. Zwart! Simpele redding voor de keeper. Dat was aardig geprobeerd. Het is rust. Nou, de eerste helft hebben we weer gehad. Toulouse tegen Blackpool 1-0. Almere City speelt natuurlijk ook in deze competitie. Maar daar spelen we niet tegen. Dus ja. Ik zal het je straks even allemaal laten zien. Dan ga je even naar ons team. Mag je maar eens even kijken. Dit zijn de spelers die ik dus niet heb. Rots is dus nu, hij is 63, Unersal is dus 79 en voor de rest is die. Hij is ook een kans hebben om te vertrekken. In ieder geval, we hebben nog weer Bernal, maar Bukari is ook, staat ook op het punt om verkocht te worden. Ik bedoel, waarom ook niet, dan kunnen we daar in ieder geval een betere speler voor gaan halen. Ze heeft gefloten, we gaan die voor ruim 10, bijna voor 10 miljoen wordt verkocht. Of we kunnen een andere deal gaan sluiten. Als ze, ligt eraan welke tegenstander. Ja, waar die naartoe gaat. Of ik daar dan een ruilspeler kan doen. Waaronder dat wij daar nog wat geld voor krijgen. Voor een miljoen of zo. Waardoor dan we een betere spits hebben. Zwart scoort niet. Het doel gaat hij erin. Nee, weer niet. We zagen het doel was leeg. Maar dat was het dus niet. Rivals. Hij weet het te onderscheppen. We gaan nu druk zetten. Bukari. Hoor die toeschouwers. Bukari! Het is 2-2. Daar is de gelijkmaker. We staan dus. Ja, dit is echt wel een hele goede speler. En nu. Eerlijk gezegd wil ik hem behouden. Maar aan de andere kant kan hij ook voor flink veel geld verkocht worden. De verdediger. Dit is voor ons een jeugdspeler geweest. Die actie was gewoon perfect. Ook daar voor 10 miljoen voor krijgen. Hard geschoten. En hebben we echt het heel goed gedaan. De richting is perfect en dan is er voor bij die scouting, dus dat is echt
Ja, flink geld verdienen. Dan gaat de kassa rinkelen. Ziet er goed uit hoor, gaat deze aanval wat opleveren. Maar het staat nu 2-2. Laten we ons in ieder geval focussen op deze wedstrijd. Niet. Het is voordeel. Dan zal ik jullie dat dadelijk laten zien. Ah, dit is zonde. Nu zouden ze best kunnen counteren. Nee, de counter eindigt te vroeg. Misschien iets. Hier moeten ze de leiding. Innerstal, goed gedaan. Ja, we kunnen wel zo vaak wisselen als we willen. Dat is weer een hoekschop. En dat lijkt mij buitenspel. Maar hij wordt toch goedgekeurd. 2-3. We gaan verder met een stand van 3-2. Ja, natuurlijk is dit een Franse ploeg, weet je. Het is wel een goede tegenstander. Goed verdedigd, maar met een inworp. Waar je niet zomaar van kan winnen. De trainer is het tijd om te wisselen. Dat zie ik nu al. De aankoop door Manchester City is inmiddels rond. Ze hebben officieel bevestigd dat ze een speler hebben aangekomen. Het is allemaal goed gedaan. McDonald, die zet vast. Had hem ook weer kunnen pasen, had gekund. Ik denk dat dit een uitstekende zet van ze is. Er ligt een counter op de doel. Nee, hij gaat door, hij gaat door. Wat een geweldige redding. Laten we dadelijk maar eens even gaan wisselen. Ze geeft voordeel in deze situatie. Ja, maar het voordeel blijkt geen voordeel. En daarom krijgen ze toch een vrij... Dan gaan we nu eens even wisselen. We zitten in de verdediging, ik weet het. McDonald's sowieso eruit. Laten we die voor... Nee, niet aan. Die wil ik niet. Santana, die wil ik erin hebben. En Amos voor een rechtsachter. Voor hem. Dan vind ik het zo... op zich nog wel goed staan. Je trap. Twee nieuwe spelers mogen het gaan proberen. Ja, ik vind het ook wel prima mooie shirts, weet je. Ah, ik wil het liefst gewoon een tweemans muur, maar zit er wel in. Zeggen ze in België. En zo staan ze nu twee doelpunten voor. Wat een luxe. Ja. Dit is een ploeg wat op het hoogste niveau speelt volgens mij van Frankrijk. Of ze zijn gedegradeerd een keertje. Santana. En nu, in het jaar waar we nu in zitten. Hij verliest de bal. Wij zitten al in 2025. Hier moet toch een seizoen 25-26 is dit al. Zo'n hoge steekbal. En hij is ontsnapt. Zwarts. Santana. Door die actie is hij de bal kwijt. Hij wordt teruggedrongen. Santana. Goed gedaan. Ja, wie komt er mee? Niemand. Hij had hem ook dan terug kunnen pasen. Zo is niet. Dit was goed. Santana. Ligt de ruimte. Een miserabele voorzet. Zo in de was te proberen. Zo zie ik wel dat ik in de verdediging dus toch wel even wat betere spelers moet hebben. Deze kan erin. Ja, die redding! Laten we even nu weer wisselen. Ik weet dat ik het eigenlijk niet daarin moet doen, maar laten we het nu wel heel even doen. Hem, en dan gaan we hem voor... Hem, even kijken, kunnen we hem ook nog even wisselen. Zo. Maar hij had heel weinig tijd, zie het, om op die inzet te kunnen reageren. Goed gedaan. Men bereidt zich voor op de hoekschop.
Hadden ze beter kunnen behouden. Zien we nu? Aan de situatie. De speler blokkeert het schot. Is er een tegenstander bij? Zwart. Er ligt ruimte voor een counter. Bukari. De bal is ingeleverd. Het was moeilijk deze. Dit was de moeilijkste tegenstand die we nu in zaten. Het is niet dat we eerst kunnen gaan worden. Dan moet je in ieder geval alles al winnen. Voor de counter, maar raken de bal kwijt. Zwart. Zwart. Het is een goal. Het is 3-4. Dat is toch nog iets mogelijk lijken. Ja, want nu is de achterstand nog maar één doelpunt. Dan gaat het echt ontspannen. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Kunnen we nog wisselen? Ja, 2. Laten we dat dan doen. Loewe samen met hem. Maar dan moeten we Loewe daar inzetten. Min 2 en dan is hij wel min 7. Peters, ja, die moeten we eigenlijk voorin hebben staan. Maar dat gaat op dit moment. Min 7, dit is wel min 13. Ja, Peters had het misschien. Ja, nou goed. Een mes scherpe counter. En ook alleen op de keeper af, ja. Dan schiet hij hem ook mooi binnen hoor. Lekker hard. Dat doe je als keeper helemaal niets aan. 8 minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Zet vast. Ja, het kan allemaal nog dat we nog gelijk gaan spelen. Sadiq. 1 doelpunt voor. Ernal. 5 minuten op de klok. Zwart, wie komt er mee helpen? Dit was goed. Dit was Loewe. Dat is toch een overtreding, zou je zeggen? Dat had een overtreding moeten zijn. Ja, dit natuurlijk wel. Dus laten gaan. Ze geeft voordeel. Kunnen we nu wel weer pakken. Ja, nu fluit hij weer. Umar Sadiq. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Keeper komt. Keeper wint. Keeper pakt de bal gewoon. Fantastisch. En maak het maar af dan. En nu is het dan helaas wel voorbij. Zo is de, moeten we echt beter gaan doen. Moeten we meer verdedigers erbij hebben. Wat sterkere verdedigers. Anders gaat het niet lukken. Umar Sadiq. Hele fraaie steekpaas. Door de lucht. En precies op tijd gaan lopen. En dan weten wanneer die paas komt. Ja, dat is moeilijk. En dat zie je ook hier weer. Iets te snel gaan lopen, zo te zien. 3-5, dat is echt zonde. Toch, we hebben 5 tegels. Maar ja, daar kan de Doemer natuurlijk niks aan doen. Het was echt gewoon de verdedigers die gewoon niet lieten zien. Kijk hier. Ja, hij neemt hem. Hij haalt hem wel wat knap uit. Hij haalt behoorlijk wat reddingen uit, die keeper. Maar de verdedigers lukt het gewoon niet. Het is afgelopen. Het is wel een terechte nederlaag. Het thuispubliek is natuurlijk teleurgesteld door deze nederlaag. We kunnen er heel helder over zijn. Simpel. Geen vat op de wedstrijd. Op de beslissing. Voorin is het aan wel te doen. Middenveld moet wat versterkt worden. De verdediging moet wat versterkt worden. Dus we zijn er nog lang niet om een goed fatsoenlijk team bij elkaar te houden. Maar dus we zullen zien of we wat nog kunnen gaan doen. Goed, 1-1-0-1, dus ja, maar we hebben weer 0 punten, dus we kunnen nog maximaal 6 gaan halen. Als we nu weer een ploeg gaat winnen, dan haal je het alweer niet. Goed, spelen we de volgende wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Nou kijk, er doen er 18 volgens mij mee, of ja, kijk maar. We staan 0, dus de Rems staan natuurlijk op 3, Wigan. Dat is allemaal 1 punt, dus het zal zomaar nog kunnen. We spelen nog een keer tegen RKC Waalwijk en tegen Blackpool. Oké. Dat is onduidelijk. Maar we gaan eens even naar ons team kijken. Hoe het allemaal bij elkaar zit. Pinto kan vervangen worden door Rots. Dan hebben we nog Amos van rechtsachter. Zitten denk ik om er ook eentje te versterken. Daar kunnen we misschien nu al naar gaan kijken waarom.
Omdat die waarschijnlijk transfer vrij is, dan hebben we die ook al gehad. We gaan eens eerst even kijken wat we hier hebben. Transfer aanbod voor Al Rawi voor 1.550.000. Dat is best wel. En hoe groot wordt hij? Is 69. Hij is 27. We hebben hem. Wat gaan we doen? We kunnen op een bedrag van 1.770.000. Ik ga heel even kijken of we niet eerst een betere verdediger nog kunnen gaan kopen. Die loopt nog, dus ik ga heel even kijken hoe het zit. Oh, ze vinden het sowieso te hoog wat ik heb gedaan. Oké. Nou, dus die blijft nou, dat is ook prima, weet je. Want ik wil heel even naar de transfer. Want ik was bezig met wat verdedigers. Dit is een keeper. Max Willems. Het is wel een goede. Ruben van Bommel, wil ik eerlijk zeggen. Daar ben ik ook nog een beetje mee bezig. Dylan Vente misschien. Stokkos Rot. Daar, dit is Daan Rots trouwens. Dus ja. Zeefuik, hij is 72, hij is 27 jaar. Snelheid goed, pasen, dribbelen, verdedigen 69. Die kunnen we meteen gaan contracteren. Tussen 15,5 en 24. Oké. Zou kunnen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen nog een. Sommige spelers willen het niet verkopen. Kijk, met hem. Ik weet niet hoe groot. Snelheid 7 en schieten is niet pas. Dribbelen verdedigend is 58. Hem ben ik ook even kijken wat hij wil. Max Bruns. Weet niet of ik hem. Afkoop, we kunnen hem afkoop van 3 miljoen. Zou kunnen, ik wil ook echt een centrale verdedigende middenvelder hebben. We kunnen hem gaan delegeren. Kijken of dat lukt. Delegeren. Oké, we kunnen hem wel gaan kopen. Gijs Besselink. Ik ga kijken wat hij wil. Ik weet niet. Maar er zijn dat, dus we hebben nog wel op zich. Zelfs ons dat zou kunnen. Hij is wel een rechtsacht, dus dat is nog een extra. Bas Kuipers kunnen we erbij gaan halen. Hij is 30. Met die andere erbij dus. Links 8 van 69 kan, maar we kunnen beter die vrije speler doen. Dat scheelt me een hele hoop. Ik wil hem eigenlijk, maar hij is niet te koop. Kan ik hem gaan lenen? Nee, ze zijn niet geïnteresseerd. Kijk, dat kostte ook weer wat. Maar we gaan denk ik toch een betere. Zullen we die al gewoon dan gaan verkopen? Van 69. Kunnen we hem gaan vergroten. Hij kan naar 1.750.000. Dus we gaan hem eerst delegeren. Niet voor 1 miljoen. We gaan hem net. Ik ga hem niet verkopen voor 1.700.000. En dan ga ik het proberen. Om er 2 miljoen misschien eruit te halen. En dan kunnen we ongeveer. Kunnen we kijken wat die prijs is. Dus dat gaan we zo doen. En dan kunnen we gaan verder gaan kijken. Oké. Goed. Dan gaan we wel. Nog een andere. Iets sterker. Kijk maar. Amos, hij is. Ja. Ik wil hem toch iets sterker rechtsachter hebben. Dus we gaan eens even kijken dat wij voor. Hem zou nog kunnen. Kunnen Adam Maher kunnen nog volop voor gaan. Kijk. Het zijn allemaal. Vrije spelers die we erbij kunnen gaan halen. Stokkers is een vrije speler.
Dus dat zou allemaal nog kunnen. Zeefuik is 72. Hij is 27 jaar. Snelheid is die goed. Dribbelen is die goed. Dus we gaan hem nu contracteren. Tussen 15,5. En wat is die andere? Dus 11 en 18. Links achter Bas Kuipers. Hij is 30 en die andere 27. Dan wil ik liever die van 27. Dus voor Zeefuik laten voor hem gaan. Dus 15,5 tussen de 24. Dus als we hem ongeveer 18 geven. Of gewoon net 20, dat zal net genoeg zijn. Cruciaal, ja, dat denk ik wel. Dat accepteren we. 1 jaar, daar ben ik het niet mee eens. 2 jaar. En dan kijken we verder. Salaris 14,5. 14,5 zonder tegendoelpunten. Dat gaan we doen. Salaris. Nou, ik vind dat goed, 14,5. Alleen dan gaan we dit. En zo, en dan gaan we die 500 er ook nog even uithalen. En dan moeten we echt gaan een beetje gaan uitkijken naar het geld wat we geven. 8 miljoen hebben we nog. Dus ik wil eerlijk gezegd 5 miljoen nog uitgeven. Zal nog kunnen. Dan gaan we dit doen. Accepteren. Ik ga bot indienen. Kijk wat hij weer luistert. Hij moet echt 14,5 hebben. Denk maar eens. Ja, accepteren maar. Doe maar. We hebben dan nog 172.511. Is het doen met ongeveer 8.970.000 op zak. Dus accepteer dat maar. Oké, okay, dan gaan we even kijken wat die, hoe goed dat die ongeveer is. Zo'n contractdeal is. We krijgen hem eerst te zien. Ja, laten we dat voor maar overstaan. Dat is toch allemaal hetzelfde video. Ja, 0. We hebben hem natuurlijk gratis, dus dat is goed. Maar hoe goed is die? Hij is niet zo... Oh, ja, hij is wel. Hij staat op A. Dat betekent dat hij een uitstekende deal is. Krijgen we wat... Kijk, 72. Dus dat is ook heel goed. Geweldig basis. Krijgen we nog een tip of... Koop je, er gaat niets boven een gratis transfer. Kijk, dat is dus wat we willen. Goed, die hebben we dus. Dus dan willen we één van die twee. Hij is wel 18. Snuit 7. Die is wel niet zo snel. Hij wel. Je ziet dus van hem minder. Vind Stokkers. Ziet de enige snelheid 61 kan. Vandaar weten we helemaal niks. Dus in ieder geval hebben we achterin een betere speler. Dat dan weer wel. Maar het is nog niet goed genoeg. Daar kunnen we nog niks mee, ja? Nee. Nou, dat hebben we dus in ieder geval gedaan. Hem heb ik zelf een keer gekocht. Wat was het? Voor 500 of zo. En nu gaan we hem voor flink verkopen. De kar gaat dus toch niet naar Porto. Nou, dat vind ik niet zo heel erg. Ik wilde hem eerlijk zeggen voor 10 miljoen. Dit wilde ik ook gaan doen, maar daar zijn ze niet mee uitgekomen vanwege te koop dat ze te veel vinden of zo, weet ik veel. Hij is toch geen goede speler, vind ik. Dus hij kan wel verkocht worden. We zijn het doel voor inlening. Maar goed, we gaan heel even op verder drukken en dan ga ik ermee ophouden. Inneem aanbood voor Crowley Toon heeft inderdaad een verder video. Oké, okay, nou, we hebben twee koopopties wat we hebben. Althans, hij. Zijn geïnteresseerd. Hij is 100.000 is die waard. Frederik Bailey, die is niks waard. Helemaal niks waard. Bot afwijs onderhandelen of delegeren. Wat zullen we gaan doen? Hij is een ton waard. Dus we kunnen hem gelijk gaan onderhandelen. Laten we dat dan maar gelijk even doen. Hij gaat waarschijnlijk toch sowieso weg. Hij wordt in een inleen en dan
gaan we kijken of die echt verkocht kan worden. Dus eerst op huurperiode. Dat is helemaal goed. Eén met zonder of onderhandeling zonder koop. We gaan er wel met koopoptie. Ik denk dat het wel gewoon het beste is. Korter dat doen we niet. We doen gewoon lekker voor 1 jaar. Niet akkoord gaan. Waarom wil je niet akkoord? We gaan eens even kijken. Kijk, 9, 7, 3. 27. 27. Heel even kijken wat nou. 73. Laten we het gewoon zo doen. Ik vind het prima. 100.000 te bieden. Laten we het op. Daar willen ze 100 voor hebben. Laten we het op 135 zetten. Voor 105. Met een doorverkoopcapsule van 5%. Hij is 28 jaar. Ik denk dat dit het beste deal is wat we kunnen krijgen. Dus ik denk dat we hem gaan accepteren. Kijk, maar hij staat nu in het oranje. Dus betekent eigenlijk dat hij wel redelijk goed staat. Dus we accepteren dat. Dus een grote kans dat hij gaat vertrekken. Nou, dat is goed. Deze, daar zijn we bezig. Daar willen ze voor 1.900.000. Wat ben ik mee bezig? Met hem. Ja, klopt, ja. 980. Zullen we het gewoon doen? Of gaan we eerst onderhandelen? 980, ja, dat is best wel wat. We gaan proberen om toch ook te onderhandelen. Kijken of we er 1 miljoen voor kunnen krijgen. Ik ga er 1.100.000 voor. Geef toch iets hoger dan dat ik het gewild heb. 1.100.000. Voor 910. Je wilt er eerst 980 voor hebben en nu wil je 910. Dat gaat niet gebeuren. Dat wordt gewoon 1 miljoen. Hij staat in het rood. Je wilt er 980 voor hebben, je krijgt ook 980 gewoon voor. Zoveel wilde je ervoor geven, maar hij wil het zelf niet. Ja, nou, dat is precies dezelfde bedrag als wat hij wil. Hij wil er 980 voor hebben. Die heb ik hem ook gegeven, maar blijkbaar dacht dat ik toch iets meer, dus... Ach, die andere is 950, dus ja, nou goed, als je hem niet wil, prima joh. Dat is jouw eigen probleem. Ik ben trouwens ook een half uur bezig. Goed, we gaan even verder kijken of er nog wat is. Volgens mij gaat er een speler vertrekken. Volgens mij is die andere Lucas Arwaad. Ja, dat is die ene speler. Dan gaat hij toch naar een andere ploeg. Het is wel op A, dus dat is, ja, nou prima. Is hij toch even goed gewoon weg. 950. Toch het maximale eruit gehaald. Nou kijk. 950.
iets te doen. Ik zie 17. Oh nee, wacht, dat is een andere. Verkoop twee spelers aan de kop. Oh ja, we hebben natuurlijk ook allemaal doelstellingen. Zo, daar hebben we op een gegeven moment nog niet naar gekeken. Arad is verkocht. 725.000 komt er weer bij ons transferbudget. Dus we zijn hier en daar wel wat onderweg. Akkoord met 1 miljoen. Bijna 2 miljoen. Ik denk dat dit het maximaal is wat we eruit. Dus we gaan die ook gewoon gelijk accepteren. Waarde 1.300.000 en we gaan hem gewoon verkopen voor zoveel. Laten we het gewoon meteen accepteren. Ik zie ook weer weg. Dus er zijn een aantal spelers die gaan verkocht worden. Dus dat betekent wel dat ik een heleboel nieuwe spelers moet gaan aantrekken. Dat gaat helemaal goed komen. Dus er gaan een paar vertrekken. Goed, we gaan deze wedstrijd gaan we eens even kijken. Wanneer gaan we die doen? Vandaag is dinsdag. Laten we hem morgen om 8 uur spelen. Zullen we dat doen? Morgenavond om 8 uur spelen we tegen RKC Waalwijk. Goed, kijk eens. Even kijken, bedankt voor liken. En tot morgenavond om 8 uur. Dan maar weer, jongens. Mazzel!